Dag lieve mensen, welkom bij deze groetnieuwe. Jokke reageert en ik heb het recht om chipjes te eten, oké? Vandaag gaan we dus lekker kijken naar memes, fanarts en dan nog al die andere dingen. Als u deze video leuk vindt, like achter te laten hier beneden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal, zeker als je het niet gedaan hebt. En vergeet ook niet in Fortnite mijn supporter creator code Jochen de Gamer te gebruiken in de item show. Wordt super erg gewaardeerd. En ja, laten we al direct beginnen met de video. En we beginnen al direct met een fanart waar ik niet erg iets van snap. Namelijk, ik zie Minecraft. Maar wie ben ik? Wat ben ik? Ik heb geen idee. Wie ben ik? Het enige wat wel duidelijk is, dat misschien een klein beetje met mij te maken heeft, is die fishstick. Ik zie dat ergens een fishstick in een Minecraft-stelsel gemaakt. Maar voor de rest begrijp ik niet wat dat echt zo met mij te maken heeft. Wat wel leuk is, is dat heel mooi getekend is. Gelijk dat bed en die deur, die mannetjes en zo. En dan die blokken onderaan, gelijk die kool, die steenkoolblokken. En die blauwe blokken, de redstone, en je weet wel. Dat is helemaal wel mooi getekend, maar ik snap even niet wat dat met mij te maken heeft eigenlijk. Dus goed opletten. Wel een fanart dat meer met mij te maken heeft. Die fish ik misschien wel, ja, maar voor de rest zie ik niet veel over mij. Dus laat even in de reacties achter. Als je iets vindt dat met mij te maken heeft, zet het gewoon even in de reacties aan de maker van deze fanart. Waarom staat die meme anders? Wacht. Kijkers willen meedoen met custom? Nee. Kijkers willen jou gestreamsnipen. Goeie tekst, jongen. En zorg ervoor de volgende keer dat die meme tenminste wel goed staat in plaats van verkeerd. En met deze hetzelfde! Je moet die meme goed zetten! Waarom kunnen mensen dit niet? Ja, ik heb chipjes in mijn mond, oké? Oké, Jochen al heeft Victory Royale. Tja, is smooth! Zet die meme gewoon goed. Dankjewel, deze meme staat wel goed op zijn plaats. Jongen, wanneer iemand niet landt waar hij moet landen, absolutely disgusting. Dit is inderdaad disgusting. Als we custom doen, je moet landen. Wat ik zeg, je moet naar mij luisteren. Mijn stream, mijn regels. Luister naar de ware Jochen de Gamer. Samo al heeft hij een impuls en hij zit Jochen. Waag het niet slaan om dat nog eens te doen. Want ik zweer u. Ik wil niet meer terugdenken. Aan die tijd. Met jou en de impuls. Laat me met rust. Oh, meneer en Noctis. Mom, come pick me up. I'm scared. Ja, dat is eigenlijk wel best waar eigenlijk. Als bijvoorbeeld, je kunt dat echt, misschien echt letterlijk oppakken. Te letterlijk. Ik ben alleen thuis met mama om te weg om mij op te halen om ergens naartoe te gaan. Ik ben een spel te spelen. Ik ben Octopus. Ding dong. Ja, boeiend. Ik ga mee. Doei. I'm scared. Ja, je gaat gewoon dood. Als je genokt bent, dan ben je gewoon dood. Waarom? Omdat er altijd finishers zijn. Als je genokt bent, zijn ze definitief al dood. In de vorige Jochen reageert, was er een meme van Jochen al ziet hij een gevecht met een baby Yoda op. Nu krijg je dit. Jochen al ziet hij een gevecht. Ja, wat moet ik hierop zeggen? Waarom beschrijven jullie mij zo gemeen? Je moet toch checken dat dat huis in de fik staat. En dat lachend meisje, ben ik dat? Ben ik dat? Schrijf me gewoon niet meer zo gemeen, alsjeblieft. Wanneer mensen niet naar Jochen luisteren. Jochen, listen here, little shit! Ik hou van deze meme, jongens. Echt, ik vind dat gewoon grappig. Met die kop en de tekst erbij. Jochen wil kennen, niet bouwen en valt. Oké, dit is echt tof. Deze is super tof. Alleen je ziet Jedi Gamer op staan. Ik noemde wel vroeger echt Jedi Gamer en zo. Maar ik vind gewoon dat mannetje. Ik vind deze echt super tof. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Woohoo! I'm the dumbest man alive. Jochen hoort van de paarse pistol. You clearly dumber. Paarse pistol. Verdwijn uit mijn leven. Jochen. Nee, Jochen, schrijf mijn naam met een N. De laatste tijd worden er best wel memes gemaakt over Jochen en Jochem, de verschillen. Wordt dit de meme-hype bij Jochen de Gamer, zou ik zo zeggen?
Dat hangt er vanaf of er meer memes worden gemaakt van dat onderwerp. Jochen, als ziet hij streamsnipers. Hebben we het kruis van Jezus? Wat kan ik gebruiken als kruis? In de naam van de Vader, in de Zoon en de Heilige Geest, amen. Alsjeblieft, doe me geen pijn. Ik wil niet gestreamsnipt worden. Streamsnipe me niet. Dat is een heel duidelijke boodschap. I finally found it after 15 years. The Scroll of Truth. Jochen heet eigenlijk Jochem. Nee! Weer al een meme met dit onderwerp. Oké, mensen, ik geef jullie een opdracht. Als je memes wilt maken over mij, wil ik zeker dat je, als je memes doorstuurt naar mij, dat er zeker toch al 1 of 2 van die memes over dit onderwerp gaat. Hier is hij. Meedoen met custom, meedoen met Jochen zijn video. Ja. De hele goede vraag. Daarom vraag ik aan jullie. Als jullie 1 van die 2 dingen moet kiezen, dan is er 1 van die 2 dingen dat je moet laten vallen, dat je nooit meer mag doen. Wat zullen jullie dan kiezen? Kiezen jullie om mee te doen met mijn custom en jullie komen nooit meer in mijn video's terecht ofzo? Of je kiest dat je iets mee wilt doen in mijn video, of je doet nooit meer custom. Weet je wat? We gaan eens een poll zetten. Het zal hier ergens een ietsje moeten zijn. Vul die poll maar eventjes in. En laat me weten wat jij zou kiezen. Hoe Jochen zich voelt bij Skin Battle. I am the leader of my Skin Battle. Doe wat ik zeg. Oh ja, doe gewoon wat ik zeg bij Skin Battle. Anders zijn er zware straffen voor jullie. En ja mensen, stuur de volgende keer nog meer memes of fanarts of ik weet niet wat. Want deze aflevering zit er wel weer op. Ik heb geen idee hoe lang het duurt. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar... Ah, Jochen reageert. Als u nog memes voor me hebt, of fanart of andere dingen, maak die en stuur ze naar me door. En wie weet zet ik ze in de video. Voor ik ga afsluiten, er is nog iets dat over mij gemaakt is. Namelijk dit. Nice. En dan zeg ik nog één ding. Peace out met Jochen en tot de volgende video.